Hoe kun je groeien in je geloof als je dat zelfs in je eigen huis niet mag belijden? Dit is Uitgelicht Analyse. Goedenavond. In Nederland hebben we nog steeds de luxe dat we als christenen bij elkaar mogen komen, in de Bijbel mogen lezen en mogen evangeliseren. Maar voor veel broeders en zusters elders op de wereld is dat geen vanzelfsprekendheid. Christenen worden gediscrimineerd, vervolgd, gevangen gezet, hun huizen worden vernield en soms zelfs vermoord. Allemaal omdat ze geloven dat Jezus voor hun zonde is gestorven en weer opgestaan is uit de dood. De komende 6 weken reizen we de wereld over om te ontdekken op welke manieren christenen worden vervolgd. Welke redenen voeren die vervolgers op en hoe ziet die vervolging eruit? En we onderzoeken hoe God dwars door die vervolging heen zijn kerk toch laat groeien. Vandaag bij mij in de studio Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland. Hartelijk welkom. Ja, een beladen onderwerp die we eigenlijk de komende 6 weken gaan bespreken. Maar ja, u zit... U denkt er dagelijks over na. Heeft dat voor u nog steeds diezelfde indruk, diezelfde impact elke dag weer als je weer verhalen leest over christenvervolging? Ja, absoluut. Ik krijg natuurlijk heel veel verhalen elke dag te horen. En de nood neemt enorm toe. Dus ja, de urgentie wordt steeds groter. En ik kan alleen maar zeggen dat ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Ja. Niet in de zin van dat nou heel erg belastend is, maar wel dat heel erg diep in je ziel doordringt. En ook heel diep motiveert om elke dag opnieuw het maximale te doen om onze broeders en zusters te helpen. Ja, ja. Jullie doen dat, tenminste voor de buitenwereld, altijd heel zichtbaar elk jaar met de ranglijst christenvervolging. Daarnaast doen jullie nog heel veel werk natuurlijk. Hè. Het is niet alleen die ranglijst. Met welk doel komt die ranglijst, waarom doen jullie dat elk jaar? Die ranglijst heeft verschillende functies. Allereerst willen we natuurlijk gewoon laten zien aan de hele wereldbevolking hoe het staat met vervolging van christenen. En dat doen we niet lukraak met alleen maar losse verhalen. Maar we doen degelijk onderzoek elk jaar opnieuw en we produceren dan een lijst met landen waar vervolging het meest aan de orde is. En dat hebben we ook zeg maar gesystematiseerd. Een heel heldere systematiek volgen we, zodat iedereen die er iets van vindt ook na kan pluizen hoe we dat dan hebben opgebouwd, hoe we aan onze conclusies komen. Ja, want er wordt een lijst van 50 landen gepubliceerd, maar jullie onderzoeken er veel meer ook nog. En van elk land komt er dan een flink dik rapport op tafel. En dit is dan van één van zo'n land. En dit is volgens mij nog een vrij dunne. Maar van elk land maken jullie dus zo'n rapport volgens een bepaalde systematiek. Ja. Elk jaar onderzoeken we hoe het staat met vervolging in een land. En dan kijken we naar 5 sferen. We kijken hoe het is met het privéleven. We kijken naar hoe het staat in de familiekring. Maar ook in de gemeenschap en het nationale leven. En vervolgens ook hoe het staat met de kerk. Is er ruimte voor de kerk? En een 6e categorie voegen we daaraan toe. Dat zijn de geweldsincidenten. En door vragen te stellen op al die 6 categorieën. Dat zijn in totaal 84 vragen. Een vragenlijst die elk jaar rondgaat. Proberen we elk jaar weer opnieuw actuele informatie over vervolging in die landen tevoorschijn te halen. En daar scoren ze dan op. Precies. Ja, scoren is heel raar natuurlijk in dit. Maar daar... Ja. Elke vraag levert een aantal punten op in die systematiek en dat wordt dan opgeteld en zo kom je in die 6 categorieën aan een totaaltelling. Ja, en die 5 levensterreinen en dan die geweldsdelicten, is dat nog op een bepaalde manier opgebouwd? Want ik heb begrepen dat daar een bepaalde manier van schillen in zit. Ja, die 5 sferen kun je als schillen zijn, concentrische schillen. In het midden staat natuurlijk privé. Ben je, net zoals ik nu vandaag, een stukje prikkeldraad op mijn jasje draag als verbondenheid met de vervolgde kerk? Mag je een kruisje dragen? Mag je iets vertellen over je persoonlijke bekering? Is die ruimte er? Of word je dan onmiddellijk gediscrimineerd? Dat is de 1e categorie. De 2e daaromheen is, hoe staat het in de familie? Is het geaccepteerd om binnen het familieverband over je geloof te praten? Is daar ruimte voor of juist niet? De 3e sfeer is de gemeenschap. Hoe staat het met de situatie op het werk, in het sociale leven? Is er ruimte om christen te zijn? De 4e is de nationale omstandigheden. Is er wetgeving bijvoorbeeld die garandeert dat je christen kan zijn? Zijn er scholen die je mag
mag starten. En de vijfde is dan, hoe staat het met de kerk? Mag de kerk er zijn en mag de kerk publiek erediensten houden, et cetera. Ja. Dus die vijf sferen die kun je zien eigenlijk als concentrisch, als bij elkaar behorend. En die zesde, dat gaat daar dwars doorheen. Dat gaat over de geweldsincidenten. Ja, ja. De komende zes weken gaan we die vijf levensterreinen en die geweldsdelicten stuk voor stuk bespreken. Vandaag staat dan vervolging in de privésfeer centraal. En u zei al eventjes van dat prikkeldraad wat u op uw revers heeft, een kruisje dragen om je nek, een ketting. Wat voor voorbeelden zien we dan in zijn algemeenheid over vervolging in de privésfeer? Je moet denken aan de situatie waar iemand tot geloof komt. Hè. Privésfeer zegt iets over de één op één relatie met de Heere God. En kun je daarover vertellen? Je moet voorstellen, iemand komt bijvoorbeeld via internet evangelisatie tot bekering. Zit thuis achter zijn laptop, volgt een of andere webinar of een preek. En leert de Heer Jezus kennen en komt tot geloof. Dan zit hij in zijn eigen gezin of omstandigheden en hij kan er niet over praten. Omdat hij weet, zodra ik erover praat, heb ik problemen. Ja. Nou, die situatie, gewoon op slot zitten met je geloof in je eigen levenssfeer. Ja, dus daar zit ook een stukje schaamte misschien wel achter. Ja, schaamte en eer. Eercultuur, ja, schaamte en eer speelt absoluut ook een rol. Zeker in moslimtraditie, in sterke clans. Waar het not done is om af te wijken van de stamcultuur. Ja, en dan zie je al wat dat die schillen, zeg maar, al een heel dun lijntje is van de privé naar de familiesfeer. Ja. Waar het alweer gaat om. Precies. Wat doet de familie daar zo? Waarom vindt dan dit soort onderdrukking plaats in die privésfeer? Wat ligt er aan ten grondslag? Ja, het is natuurlijk gewoon diep geestelijk wat er aan ten grondslag ligt. De tegenstander van God wil voorkomen dat het evangelie voet aan de grond krijgt. En door al zoveel druk op mensen te zetten dat ze niet eens naar buiten durven te komen met het evangelie, ja, maak je het al heel moeilijk. Je moet wel echt overtuigd zijn, hè, van die schat die je gevonden hebt, om daarover te gaan vertellen. En gelukkig doen heel veel broeders en zusters dat. Die zijn zo geraakt door het evangelie. En waar het hart van vol is, daar stroomt hun mond dan van over. En daardoor komen ze ook bijna onmiddellijk in de problemen. Ja, met alle gevolgen van dien. In wat voor landen speelt die vervolging in de privésfeer met name? We hebben die lijst dan, hè, en dan hebben ze daar dus een bepaalde score op. Waar zien we die vervolging? Ik denk met name in landen waar zeg maar de cultuur, de clancultuur heel sterk is. Dat denk ik aan landen als Somalië, maar ook Afghanistan. Maar ook in landen waar wij zeggen dictatoriale paranoia bestaat. Hè, waar de opperheerser alles onder de knoet wil houden. En alles wat afwijkt is not done. Noord-Korea. Precies. Om maar even. En ook bijvoorbeeld in strak islamitische culturen. Waar bekering tot het christendom, dat staat gelijk aan zelfmoord. Ja, ja, we gaan straks even verder praten. Want naast de manier van vervolging stellen we in deze serie ook elke week een ander land centraal. Vandaag reizen we naar een land waar we eigenlijk nooit wat over horen in de media en waar we dan ook bijna niets van weten. Het is een oud Sovjetland en in dit land worden christenen onder andere vervolgd in de persoonlijke levenssfeer. Reis mee naar Oezbekistan. Oezbekistan ligt in Centraal-Azië. Het land grenst aan Kazachstan, Afghanistan en Turkmenistan. Het land ligt aan de oude Chinese zijderoute. Via deze handelsroute werd vanaf de klassieke oudheid tot aan de late middeleeuwen handel gedreven tussen China en het Middellandse zeegebied. Oezbekistan profiteerde in deze periode flink van deze handel en steden als Bukhara en Samarkand werden in die periode extreem welvarend. In Oezbekistan wonen ruim 30 miljoen mensen. Bijna 2,5 miljoen daarvan wonen in de hoofdstad Tashkent. Daarmee is Tashkent ook de grootste en belangrijkste stad van Centraal-Azië. Tashkent is vergeleken met andere steden in het gebied vrij modern, met een uitgebreid metronetwerk, universiteiten en bioscopen. Voordat het onderdeel was van de Sovjet-Unie, was Oezbekistan eeuwenlang onderdeel van verschillende islamitische kalifaten. Het is dan ook niet vreemd dat ruim 90% van de bevolking islamitisch is. De invloed van de kalifaattijd zie je nog overal terug in het land. De economie van Oezbekistan kenmerkt zich door hoge werkeloosheid en armoede. Daardoor vertrekken veel jongeren ook naar het buitenland. Oezbekistan is de tweede katoenproducent ter wereld. Met name tijdens de Sovjet-tijd
werden er zoveel chemicaliën gebruikt in die industrie dat een deel van het water ernstig vervuild is en veel meren ook zijn opgedroogd. Sinds de onafhankelijkheid in 1991 werd Oezbekistan met harde hand geregeerd door president Islam Karimov. Na het overlijden van Karimov in 2016 is Shavkat Mirziyoyev president geworden. Sinds die tijd zijn de mensenrechten in Oezbekistan iets verbeterd, maar nog steeds is dit een punt waar de rest van de wereld zich zorgen om maakt. Goed, Maarten, Oezbekistan dus. Je bent hier zelf ook in november geweest. Wat voor indruk kreeg je daar zo'n jaar geleden? Het is een prachtig land. Heel veel cultuur, heel veel historie. Het is ook een land wat heel complex is. Ze hebben 25 jaar onder een dictator gezeten. Meneer Karimov, die is in 2016 overleden. Nu is er een nieuwe president. En het is nu even zoeken. Wordt het wat makkelijker of juist niet? Merken dat hoge werkeloosheid. Voor jeugd is gewoon heel weinig perspectief. Grote sociale problematiek. Werkeloosheid, wat ik zei. Heel veel economische problemen. Water bijvoorbeeld, twee rivieren vanuit Kirgizistan en vanuit Tajikistan waar om het water wordt gevochten, terwijl Oezbekistan vanwege de katoenbouw heel erg veel water nodig heeft. Nou, ze trekken dat hele Aralmeer in het noordwesten trekken ze leeg. Dat heeft allemaal consequenties. Dus het is een land waar van alles aan de hand is. Ja, het is niet alleen de christenvolk, maar de hele situatie is heel complex. 25 jaar lang een dictator, Islam Karimov. Welke stempel drukte hij op het land? Ja, hij drukt het stempel wat wij noemen van dictatoriale paranoia. Ja. Een leider die zozeer zijn macht probeert te consolideren, dat hij alles wat bedreigt gewoon ook keihard de kop indrukt. En dat betekent dus ook alles wat zeg maar een andere macht aanbiedt en erkent, is natuurlijk potentieel gevaarlijk. Ja. Dus christenen hebben het daar heel erg moeilijk. Evident dat het laten zien van je christen zijn, samenkomen, dat allemaal heel erg moeilijk is. Ja. En als we kijken naar de geschiedenis, want voordat hij president werd, dat is inmiddels 29 jaar geleden, toen was het nog onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja, precies, dat is in de jaren 1989, 90, 91 ja. is dat gebeurd. En natuurlijk kent het land hele sterke Sovjet-kenmerken nog. Er wordt veel Russisch gesproken, de jongere generatie steeds minder, maar die Russische taal is natuurlijk nog steeds een geweldig vehikel om heel veel te kunnen doen. Ook in de regio. Maar het vertoont hele sterke kenmerken nog van de oude Sovjet-republiek. Ja. Daarnaast, het heeft hele sterke kenmerken van de Sovjet-republiek. Maar ook heel veel invloeden vanuit de islam. Een heel groot deel van de bevolking is ook islamitisch. Ja. Dat lijkt dan weer niet helemaal in die Sovjet-cultuur te passen. Ja. Nou, toch wel, want het is een vrij nominale islam die je aantreft. Het is de tweede persecution engine, zoals ze zegt, de tweede kracht die verdrukking uitoefent. Naast dat dictatoriale paranoia van de leider is het ook de islamitische cultuur. Ook in gezinnen, families, gemeenschappen die enorm druk legt op christenen. Ja, je merkt het ook haast al in die naam van die vorige president, hè? Islam Karimov. Je hoort de islamitische invloeden en die Karimov de Russische invloeden, de Sovjet-invloeden. Van oudsher lag Oezbekistan ook langs de zijderoute vanuit China. Nu is China ook weer bezig die vernieuwde zijderoute aan te leggen. Heeft dat dan ook nog gevolgen op het land? Ja, dat denk ik wel. Daar heb ik niet heel erg veel informatie over. Ze zijn natuurlijk wegen, spoorwegen en asfaltwegen aan het bouwen. Om die zijderoute weer in orde te herstellen. Ja. En daar hebben we wel een paar voorbeelden van gezien toen we daardoor dat land reizen, dat er infrastructureel van alles gebeurt op dit moment. Ja, ja. Hoe zou u de inwoners van Oezbekistan omschrijven? U zei al vrij nominale islamieten, maar zijn er nog andere beschrijvingen te geven? Ja, ik denk vooral heel erg verbonden met hun land en hun geschiedenis. Ik heb verschillende pastors ontmoet die zo vastbesloten zijn om daar te blijven,
Terwijl ze zeggen, heel veel mannen zijn weggetrokken omdat er werkloosheid was. En die werken nu in de golfregio of in Rusland ergens. Ja. En die laten hun gezinnen achter. Maar dat willen we niet, want dit is waar we thuis zijn. Dit is onze plek waar we willen blijven. Maar die hebben het dus wel heel erg moeilijk, want economisch gaat het slecht, zoals ik zei. En ook een pastor moet in zijn levensonderhoud voorzien. Ja. Die hebben het moeilijk. Die hebben het moeilijk. Ja, als we het gaan hebben over christenvervolging in Oezbekistan. Het staat op de nummer 18 op de ranglijst. Dat is hoger als een land als China. Waar ik ook al sinds dat ik klein ben hoor van China, christenvervolging. Waar komt de vervolging in Oezbekistan vandaan? Nou, met name van die twee elementen die ik noemde. Ja. Van die dictator die zijn machten uitoefent. En van wat er gebeurt in familiekring en in de gemeenschap. Bijvoorbeeld, de pastors met wie ik sprak, die stonden voor het dilemma, moet ik nou mijn gemeente wel of niet laten registreren? Als ze het wel doen, dan kopen ze daar in feite een stuk veiligheid mee, want daarmee wordt de overheid mede verantwoordelijk voor het beschermen van die geloofsgemeenschap. Maar ze leveren zich ook helemaal uit. Alle namen moeten ze laten zien, alle activiteiten moeten ze publiceren. En ze worden beperkt in een aantal dingen. En ze staan voortdurend onder toezicht. Dat is een van die dilemma's waar ze mee te maken hebben. Andere pastors kiezen ervoor om ondergronds te gaan. En die zijn heel erg aan het evangeliseren. Maar lopen dus ook heel erg tegen vervolgingspraktijk aan. Ja. En hoe wordt er in het algemeen gekeken naar christenen? U zei net al, die pastors hebben het heel zwaar. Hoe kijken ze naar die mensen? Ja, denk ik in algemene zin toch als bedreigend. Ja. Christendom is toch iets van het Westen. Bedreigend, denk ik. Yep. Ja, ja, en wordt het dan ook echt als uitschot gezien? Hè? Betekent het dat je dan weinig banen kan krijgen of dat soort dingen? Ja, dan sta je niet vooraan in de rij om bevoordeeld te worden. En dat is het dilemma waar dus die pastors mee zitten. Ja. Op het moment dat ze zo'n registratieproces ingaan, dan kopen ze daarmee een stuk zekerheid en veiligheid. Maar het is ook heel kwetsbaar. Ja, ja. Dus duiken ze deels onder ook, in de ondergrondskerk. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe gebeurt dat dan in Oezbekistan? Nou, dat moet wel, zeg maar, niet al te opzichtig. Ik heb met een man gesproken. Ik noem hem Maxime om zijn identiteit te beschermen. Die een heel vurig evangelist is en erop uitgaat. En ook bijzondere verhalen. Eén zo'n verhaal is dat hij in een dorp komt waar geen christenen zijn. En hij heeft besloten om via kinderen te werken. Dus hij probeert kinderen te bereiken en ze te voeden met verhalen vanuit de Bijbel. En zo de Heer Jezus te leren kennen. En hij klopte aan bij een groot huis. Hij dacht, dat is mooi, een handig groot huis. Daar kan ik veel kinderen ontvangen. En hij zegt tegen die mevrouw die de deur opendeed, mag ik bij u kinderwerk doen? Hij vertelde daar iets over. En zegt, maar ik zoek een plek waar dat kan. Zou dat bij u mogen? Die mevrouw zegt, kom over een half uur maar terug. Dus hij komt samen met zijn vrouw, komt hij een half uur later terug. Zit dat huis al vol met kinderen. En er zat één man bij, een oudere man. Die zat met zijn hoofd in zijn handen voorover gebogen. En Maxime wist intuïtief, dit is een man van vrede. Lucas 10 heeft het over, hè, als je huis binnen gaat en er is vrede, blijf daar. Als er geen vrede is, ga dan weg. En hij wist instinctief, dit is een huis van vrede. Die man die is oké. Okay. Dus hij gaat met die kinderen aan de gang. Want dat is ook heel spannend, hè? Want je gaat belt aan en je moet binnenkomen en je weet niet. Heel spannend. Maar het is een bewijs van hoe God door zijn geest mensen leidt en dingen op zijn plek brengt. Want het wonder was dat hij die kinderen daar heeft verteld en dat die man vroeg van ik wil met je praten. Die man die was verlaten door zijn vrouw. In de steek gelaten na heel veel jaren huwelijk. En die zat echt aan de grond. En die zeggen, ik ben alles kwijt en nu ben jij hier. Ik heb tot Allah gebeden gisteren van, breng mijn vrouw terug en geef mij weer hoop. En vandaag ben jij hier met een positieve boodschap. Dus Maxime is met die man in gesprek gebleven. En 6 dagen later is die vrouw van die man weer teruggekomen en is dat huwelijk hersteld. Die man die bleek een invloedrijke positie te hebben in die gemeenschap. En die heeft voor Maxime en zijn vrouw een sporthal beschikbaar gesteld. Waarin ze vervolgens nog veel meer kinderen konden bereiken. Maar wist die man dan dat hij aan het evangeliseren was?
hij heeft natuurlijk de boodschap gehoord die Maxime aan die kinderen heeft verteld. En hij is nieuwsgierig geworden en is gaan vragen, gaan praten. En hij heeft hem herkend als degene die door Allah, want hij had aan Allah. En ja, via zijn gebed kwam hij in ontmoeting met Jezus. Ja. En dat vind ik zo wonderlijk, dat iemand die onverschrokken aan het werk gaat, probeert evangelie te brengen, dat God dus al daar vooruit is gegaan, dat huis al bereid heeft gemaakt, die man daar al heeft gebracht zijn omstandigheden en alles op zijn plek brengt. Ja. En nou, dat is de situatie van hoe het geloof zich daar ontwikkelt. Ja. Want jeugdwerk of christelijk jeugdwerk is bij de grondwet verboden in Oezbekistan. Dus dat betekent ook dat zeg maar, heel veel ouders, christenouders, echt in die privésfeer hun kinderen moeten onderwijzen en het bijbelonderwijs geven. Want dat gebeurt op school natuurlijk niet. Ja, ja, dat geeft aan hoeveel druk er op gezinnen staat ook. Ja. En hoe heerlijk het is als er dan iemand langskomt die, die voor de kinderen ook zorgt en verhalen vertelt en daarmee aan de slag gaat. Ja. En is dat dan niet gevaarlijk als Maxime in die sporthal daar met die kinderen is? Want uiteindelijk komen ook kinderen van misschien wel verraders daar langs. En die vertellen thuis wat ze daar gehoord hebben. En die kunnen hem ook aangeven. Ja, dat is bijzonder gevaarlijk. Ja. Ja, dat is gevaarlijk. Maar dat weerhoudt hem dus niet. Nee, dat weerhoudt hem niet. En dat, weet je, ik begin er gewoon elke keer weer van te glimlachen als ik over hem praat. Want deze man is zo vol van vuur. Ja. Die heeft een hele bijzondere levensgeschiedenis. De tijd ontbreekt om dat te kunnen vertellen. Maar de Heere God is met hem en gaat steeds voor hem uit. Wonderlijke verhalen heeft hij me verteld toen ik daar was. En er is geen spoor van twijfel bij deze man. Hij moet het evangelie vertellen. Hij moet kinderen opzoeken en hij moet erover vertellen. Ja. En hij weet dat, zolang de Heere God hem daartoe in staat stelt, doet hij dat. Ja. Wat merkt u van de vervolging en misschien wel de geheimzinnigheid toen u daar was? Een voorbeeld is dat ik op de universiteit was, op een universiteit in Tashkent, in de hoofdstad, waar we een paar mensen ontmoeten. Een jonge vrouw, die had daar een copyshop in die universiteit. En dat bleek gewoon een dekmantel te zijn als evangelisatie-instrument, omdat zij niet openlijk kan getuigen van haar geloof. Maar ze dacht, weet je wat, ik ga op de universiteit ga ik een copyshop beginnen. Dan komen al die studenten bij mij langs om kopietjes te laten maken. En dan kan ik contact met ze opbouwen. Dan kan ik vriendschap met ze sluiten en dan kan ik wellicht iets delen. Daar bidt ze de Heere God voor dat die gelegenheden mogen komen. Dezelfde universiteit ook een man die een koffiehoek had gemaakt daar. En daarvoor koffie en versnaperingen zorgt voor de studenten. Met hetzelfde oogmerk om in contact te komen. En dan de Heere God te vertrouwen dat die contacten op een gegeven moment leiden tot vragen stellen. En tot delen van het evangelie. Nou, dat is een voorbeeld van hoe enorm verborgen dat moet. Ja. Maar ook hoe krachtig het werkt. Ja, want dat is ook zeg maar een proces van lange adem. Enorm. Contact leggen, relatie leggen. Enorm. Ja. Voordat je heel voorzichtig wat gedrag. Als ik dan denk zo'n copyshop, dan zou ik denken van print een paar mooie evangelisatieflyers. Maar dat mag niet. Ik denk dat dat einde business zou betekenen voor haar. Ja. Ja. Want ook de Bijbels, je mag in Oezbekistan niet zomaar een Bijbel hebben. Je mag wel een Bijbel hebben, maar die mag je alleen privé thuis hebben. En dat moet dan eigenlijk ook nog een in Oezbekistan gedrukte en gewaarmerkte Bijbel zijn. Ja. En ga er zeker niet mee op straat en ga zeker niet Bijbels distribueren. Dat is heel erg verboden. Ja, daar moet dus een stempel in staan van Oezbekistan, gemaakt in Oezbekistan. Ja. U zei het al eventjes van, er zijn dus wel ook pastors, voorgangers die twijfelen of ze hun kerk willen registreren. Er is dus wel een geregistreerde kerk. Wat voor kerken zijn dat dan? Er zijn natuurlijk de traditionele kerken. De kerk van het Oosten. Orthodoxe kerken. Die hebben helemaal geen problemen. Dat zijn zeg maar gesloten gemeenschappen. Nou, een mooie foto. Deze kerk ben ik toevallig ook geweest. Daar lopen allerlei mensen rond en die kunnen zich daar vrij bewegen. Geen enkel probleem. Dat komt toch uit het Sovjet-verleden waarschijnlijk. Precies. Ook. Ja. Die hebben ook helemaal geen evangelisatie-oogmerk. Dat is een zeg maar gesloten cultuur. Die kerken zijn er. En er zijn er natuurlijk ook meer evangeliserende kerken. En die hebben het heel moeilijk. Ja. Die kunnen eigenlijk niet openlijk bestaan. Ik ben in contact gekomen met een dove kerk.
Heel wonderlijk. Doven worden natuurlijk in de islam toch opzij gehouden. Die mogen eigenlijk niet in de moskee komen. Die worden opzij in de zaal gezet. Die tellen eigenlijk niet mee, want Allah heeft geen plek voor mensen die een handicap hebben. Die telden al niet mee. En die zijn dus super ontvankelijk voor de evangelie, waar de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij. En die doven ook geneest, waar heel veel verhalen zijn in de Bijbel. Het wonderlijke is dat dat ook gebeurt onder die doven, dat er mensen genezen worden. Ja. En die dovengemeenschap die groeit en groeit, de gelovigen. En dat is heel wonderlijk om te zien. Ja. Maar ze kunnen het dus ook nog stilhouden, of tenminste. Ja, dat is het grappige. Ze zaten mij te vertellen van, wij komen gewoon in grote groepen bij elkaar, want niemand heeft het toch in de gaten, niemand kan ons horen. Dus daar maken ze ook grappen over. En als zij zingen, dan zingen ze met gebarentaal. Ja. En heel kostbaar. Ja, want we zien hier op de foto op de achtergrond zien we een moment van zingen. Kan dat zomaar? Of heel voorzichtig, zachtjes? Ja, ik denk dat er plekken zijn waar dat gebeurt, maar die zullen wel heel erg afgescheiden zijn. Ja. De man bij wie ik op bezoek ben geweest, van wie ik ook die pet heb meegenomen, dat zal ik zo vertellen. Die heeft een groot huis en die heeft onder zijn huis heeft hij een kelder die helemaal geluidsdichtig is gemaakt, waar die met de huisgemeente samenkomt. Ja. En waar dus ook gezongen wordt. Er staat ook een elektrische gitaar en een drumstel. Dus het kan wel. Maar helemaal geluidsdicht. Ja, geluidsdicht. Ja, want u heeft dat petje, hoedje gekregen van deze man. Waarom heeft u die gekregen? Nou, deze man Aziz, dat is een schuilnaam overigens, ook om zijn identiteit te bewaken, die vertelde dat zo'n 20 jaar geleden, toen hij tot geloof kwam, zijn broer enorm boos werd om dat feit. En zelfs zo boos dat hij op een dag met een bestelbusje het huis van Aziz is binnengereden, waar hij met zijn vrouw en kleine kinderen lag te slapen. En heel bedreigend. En die relatie is altijd gespannen gebleven. Ze zijn elkaar uit de weg gegaan. En zo heeft dat jaren geduurd. Een jaar of 4 geleden kwam de zoon van de broer van Aziz, de oudste neef dus, die kwam naar Aziz toe en die kwam beschutting zoeken bij Aziz in huis, samen met zijn vrouw, met zijn jonge vrouw, omdat hij tot geloof was gekomen en vreesde dat zijn vader naar het leven zou staan. En hij wist, mijn oom is christen, daar kan ik terecht. Precies, dat wist hij. En dat is ook gebeurd. Aziz werd opgebeld door zijn broer van, heb jij mijn zoon in huis? En als het zo is, dan kom ik je vermoorden. Dat soort dreigende taal. Die jongen met zijn vrouw is uiteindelijk bij Aziz weer weggegaan. Die is op de vlucht gegaan. Maar later is hij zijn vader tegengekomen. En is hij door zijn vader enorm in elkaar geslagen. Zo erg dat hij in het ziekenhuis belandde. Uiteindelijk heeft de jongen het overleefd. Ze zijn in contact, Aziz en zijn neef. Aziz deed pogingen om toch met zijn broer in contact te komen. Om toch iets van de Heer Jezus te vertellen. Om door dat pantser heen te breken. En de laatste keer dat hij hem bezocht was toen zijn broer ernstig ziek was. En hij zei, voor het eerst kon ik iets delen, zat ik naast het bed van mijn broer en kon hij geen agressie naar mij brengen, kon hij geen weerwoord geven. En heb ik hem kunnen vertellen over de Heer Jezus. En in Oezbekistan is het zo dat het teken van eer en van liefde is als je iemand een geschenk geeft. En in dit geval was dat die pet. Maar ook brood en rozijnen, dat wordt daar meegenomen als een cadeau. Brood en rozijnen heb ik niet meegenomen uit Oezbekistan. Maar deze pet heb ik gekregen. Dus dat is wel heel erg wonderlijk deze pet dit verhaal meeneemt over wat er nou gebeurt in die privé- en in de familiesfeer in Oezbekistan. Ja, heftig verhalen uit Oezbekistan. Als we kijken naar de toekomst van Oezbekistan, wat verwacht en hoopt? Ja, dat is een vraag die je op meerdere niveaus kunt beantwoorden. Als ik kijk naar de kerk en naar het evangelie, dan zie ik wat er wonderlijk veel dingen gebeuren. Ik vertel dat over die dove gemeenschap. Dat is een grote gemeenschap. Men denkt dat dat iets te maken heeft met de katoenindustrie, met het overvloedige gebruik van pesticiden. Hoe dan ook, die grote dove gemeenschap groeit enorm qua aantal gelovigen. Maar ook andere regio's waar heel veel evangelisten aan het werk zijn, zoals Maxime. Heel veel mensen komen tot geloof. Er is een enorme honger. Dus 25 jaar een dictator en een islamitische cultuur die geen antwoorden geeft op grote levensvragen, waar mensen die iets markeren eigenlijk niet meedoen.
dat alles drijft ze toch in de armen van Jezus, die zegt van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En steeds meer mensen komen tot geloof. En wat dat betreft is de opmars van het koninkrijk onstuitbaar, ook in Oezbekistan. Geweldig, goed om te horen, maar we mogen denk ik blijven bidden. Absoluut. Zijn er hele concrete gebedspunten voor Oezbekistan waarvan u zegt? Nou, ik denk voor de mensen die ik noemde, net zoals Aziz, maar ook Maxime die erop uitgaat. Als ze niet geregistreerd evangelist, die lopen heel veel gevaar. Ze zijn bovendien veel van huis weg, waarbij ze hun gezin achterlaten, die dan kwetsbaar zijn. Ze worden gevolgd. Ik denk vooral onze mensen op de grond daar die heel veel gebed nodig hebben. Ja. Dank u wel, Maarten. Dit was Uitgericht Analyse voor vandaag. Meer informatie over christenvervolging in Oezbekistan vindt u op de website van Open Doors. Volgende week hebben we het over vervolging binnen de familie. Wat voor gevolgen heeft dat als je tot geloof komt, maar je familie accepteert dat niet? En kerken in Irak staan ondanks de heftige vervolging vaak lijnrecht tegenover elkaar. Tot volgende week. Dag.